neuzen. Vrouwen Joren, ik was dan schouwjong, stokverlegen, zenuwachtig en onzeker, heb ik nog een zeetje op neuzenfabriek werkt. Kan nog nooit wat aans doen als leren. Maar omdat ik geen probutskecenten verdienen wilde om vakantie te vieren op Texel, kwam ik op Enpak Ofdalen van neuzenfabriek terecht. Een plastic neuzenfabriek ten, hè? Het zal ook geen feestneuzenfabriek geweest hebben kent. Er zijn mensen die hun ongeluk of hun ziekte geen neuzen meer hebben. En dan is zo'n neuzen van plastic een uitkomst vanzelf. Hij stond ook lu u de film met de muziekwereld die plastic neuzen hebben, maar die hebben ze door hun eigen schuld. Deze personen hebben veel te veel snoom. Cocaïne. Men zegt dat zijn beroemde Amerikaanse zanger Michael Jackson ook een neuzen van plastic haar. Maar of dat zo was, dat weet ik niet. Ik heb hem zelf nog nooit bij de neus had. Neuzenfabriek stond in stad. Het bedrijf had een uit laag stond, want ze konden op niet goud aan de loop kriegen. Dan hadden ze ook maar loopneuzen mokken moest en geinten van plastic. Ik trof het niet. Mijn boos was een kerel met een heul oplopende natuur. En grunnigs zeggen ze van zo'n een tilkop. Een blauw serieuze jong was ik. Ik wil alles wel van nader aannemen. Ik ga geen prootjes en ik wil hand ook best door de maan steken. Maar het zal altijd zo wezen. Op een zeker moment maak ik een fout bij het inpakken. En daar kwam net de grote boos erover touw. Ik haar een neuzen verkeerd en neuzen doen. Het ging maar om een neuzen, meer niet. Maar mijn boos begon te bulken en te bandiezen. Hij was schruin in het gezicht van Quodens. Niet zo nonchalant met die neuzen, ruip bijna een stek mee. Ik schrok zo al de noost dat ik stond te trillen op mijn been en ik piste sik om in mijn broek. Ik was aan mijn wingen dat hij zo tegen mij uitvoerde deed in school. Was wel waar hij zo'n neuzen kost, brulde mijn boos. Nee, dat was ik niet. Waar kom je die al neuzen verschillen? Als dolde stroo voet maar op. Ik kon wel door de grond zakken en ik had een kabbers en bollen. Ik heb er maar 2 weken gewerkt, waar ik moest op aanroeren van dokter stappen. Ik wou er helemaal durms van in de kap van die oude neuzenbal. Mijn collega's, gooi jongens en wichterer, kon eens naar proorten als nou nog zoveel neuzender en nou nog zoveel duizend en nou nog zoveel neuzender en nou nog zoveel duizender. Ik wou ook wel eens mol over aas wat hem. Over poezen of over mijn voetbalclubje Veendam. Of over de algemene touwstaan in de wereld. Maar onder het koffiedrinken ging het nog maar een golf aan. En nou nog zoveel neuzen, jongens. Hoor. En nou nog zoveel duizend, Wichter. Nou nog zoveel neuzen, hoor. En zoveel duizend. En dan... Ik kon er s'nachts nooit meer van in sloop komen. Ik lag maar aan te neuzen telden op beren. Al die neuzen die ik overdag inpakt haar, kwam s'nachts op beren weer voorbij. Steekneuzen, wiesneuzen, hoekneuzen, snutneuzen, sneuienneuzen. Als ik lang uit op beren lag, bekeek ik mijn lichaam en ik ging er door mij heen van, wat ligt hier nou eigenlijk? Ben ik nou lichaam of ben ik neus? Omdat de eerste boos die ik metmaak in mijn leven zo'n minne kerel was, heb ik toen van stond af aan een grote angst voor bozen en overholen. Ik huif van ver maar een boos te roep of ik sloeg helemaal deur. Ken ik niks aan dan. Ik ben dikke angsthoos met angst voor een boos. Er ben ook geen medicijn tegen. Ik moet hem maar met leven leren, zei dokter. Kortsleden heb ik 2 keurige gedichtjes mocht over dit ziet. Het eerste gedichtje gaat over de eerste halfmalen boos van mij en het tweede gedichtje gaat over mijn werkzaamheden op neuzenfabriek. Mijn boos. Iedere morgen om 10 uur ga je de bel. Dan springt mijn boos altijd uit zijn vel. Een kwartier later springt hij er weer in. Mijn boos is niet wies. Maar dat begreep me wel. Inpakkerij. Bij ons in fabriek mochten we plastic neuzen. En ik stapte in neuzen en kartonnen neuzen. De inpakkerij is nog niet zo makkelijk doen. Want elke neuzen moet wel dezelfde kaart opstaan.